Waar slaapt de Sint? Waar werkt hij? Wat eet hij? Daar kwam het college vrijdagochtend allemaal achter tijdens het jaarlijkse bezoek aan het Sinterklaashuis. Het jaarlijkse bezoek aan het Sinterklaashuis, kijkt u daar nou naar uit? Ja, natuurlijk, het is hartstikke leuk. Als je te zien hoe enthousiast die kinderen hier zijn, is gewoon echt geweldig. Heeft u ook al een keer uw schoen gezet? Ja, maar dat is al lang geleden. Ja? Ja, ja. Maar niet dit jaar dan? Nee, dit jaar nog niet. Nee, maat 46 past niet meer voor de kachel. Nou, het is natuurlijk altijd een hele eer om het college, om de bestuurders van Dordrecht hier op bezoek te krijgen. Dat ze ook kunnen zien hoe wij gehuisvest zijn en hoe hard er gewerkt is om dit huis zo te krijgen zoals het nu is. Wat alle vrijwilligers doen, waarvoor mijn dank. Maar het is wel voor het laatst dat u hier verblijft. Ja, er staan borden te koop op, dus wij moeten weer op zoek naar een nieuwe behuizing. Het liefst een behuizing die is zoals deze prachtige kamer natuurlijk. Dat is het paradepaadje van het Sinterklaashuis. Het moet wel in de oude binnenstad zijn. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En meneer Sleekings, ze zijn natuurlijk niet om op te eten, hè? Nou, goed voorbeeld doet goed volgen, want ik zie hier naast me dat ze ook vooral de mond in verdwijnen in plaats van op de tijdpop. Ja. Het is weer het jaarlijkse bezoek aan het Sinterklaashuis. Ja, het is altijd weer een feestje en ik ben blij dat het weer in dit mooie pand mag zijn. Dat we heel veel kinderen komen erop af, begrijp ik nog veel meer weer dan vorig jaar. Dus ja, het is wel een evenement wat goed aanslaat. Ja, het bezoek aan het Sinterklaashuis, hoe was het? Ik vond het heel leuk. Ik maak me alleen wat zorgen, want in de postkamer stonden wel cadeaukarren voor heel veel wijken, maar stadspolders heb ik gemist. Dus dat wordt nog even kijken hoe dat goed moet komen. We hebben het gehad over hoe het gaat met Sint en dat hij hier mooi zit en dat hij ook volgend jaar nog steeds een mooi pand nodig heeft natuurlijk. Nou, dat was een goed gesprek. Alleen de burgemeester gemist? Ja, dat klopt. Dat heb je goed gezien. Die kon niet, toch? Nee, die kon even niet. Nee. Of is die al vader? Nou, dat ga ik natuurlijk helemaal, dat weten we natuurlijk niet. Hè? Maar hou het in de gaten, zou ik zeggen.